Men zegt wel eens dat er iets unieks is aan iedere persoon. Maar sommige mensen zijn net iets unieker dan anderen. Deze video gaat over de 10 uniekste mensen die je moet zien. Je wil er geen één missen. 10. Masha Tielna. Sommige mensen zeggen dat ze kosmische ogen heeft en anderen dat haar ogen het resultaat zijn van de kernramp van Tsjernobyl. Hoe dan ook, Masha Tielna is een topmodel uit Oekraïne met hele bijzondere ogen. Ze past misschien niet binnen de standaard lijnen van wat als schoonheid wordt beschouwd, maar je kunt wel zeggen dat haar stralende ronde grote ogen haar een engelachtig uiterlijk geven. Vanwege haar bijzondere ogen heeft ze naam weten te maken in de modewereld. Nadat ze werd ontdekt, werd ze binnen enkele maanden omgetoverd van een normaal schoolmeisje tot een topmodel. Ze werd bij pure toeval ontdekt toen ze met haar familie aan het winkelen was. Haar unieke ogen openden de deuren voor haar tot de beroemde Fashion Week in Parijs, waar ze binnen 3 maanden tijd als participant debuteerde. Verder heeft ze ook al gewerkt met bekende modebrands zoals Givenchy, Yves Saint Laurent, Mio Mio, Nina Ricci en Dries Van Noten. De jonge dame heeft daarnaast ook op de cover van verschillende modebladen gestaan. 9. Zheng Yang Zhang. Een ander gezicht dat je niet zo makkelijk zal vergeten na vandaag is het gezicht van Zheng Yang Zhang. Tijdens de herfst in 2017 werd hij razend populair nadat hij in maar liefst 9 modeshows had gelopen. Oorspronkelijk komt Zheng Yang uit Beijing in China. Hij heeft een erg pakkende look die er zowel mannelijk als vrouwelijk uitziet. De gezichtstrekken die Zheng Yang zo uniek maken zijn zijn lange zwarte haar en hoge jukbeenderen. Het Chinese model is aanvankelijk een danser met 10 jaar ervaring in de Chinese danskunst. Pas in 2015 begon hij met modelleren nadat verschillende modelagentschappen hem benaderden voor modellenwerk. De combinatie van zijn uiterst aparte uiterlijk en zijn dansvaardigheden lenen zich uitstekend voor het tot leven brengen van bepaalde concepten. Zhang is een kunstenaar voor de camera. Zijn bewegingen en poses zijn erg uniek. Om de vloeiende bewegingen te creëren put hij inspiratie uit zijn ervaring als danser. Zo heeft hij voor het project Shapeshifter van Steven Meisel adembenemende zwart-wit foto's geproduceerd. Op de foto's zie je hem in verschillende etherische, bijna elfachtige standen poseren. Dankzij zijn tweeslachtige uiterlijk etaleert hij zowel mannelijke als vrouwelijke mode. 8. Sonia Leslie. Een geboortevlek kan in verschillende vormen en kleuren voorkomen en ook overal op het lichaam te zien zijn. Maar heb je ooit ervan gehoord dat iemand een geboortevlek heeft op zijn of haar oog? Niet op het ooglid, maar echt in je oog. Sonia Leslie heeft deze unieke eigenschap meegekregen bij de geboorte. Rondom haar rechteroog heeft ze een geboortevlek, waardoor haar rechteroog er groter uitziet. Sonia heeft een schoonheidskanaal op YouTube met meer dan 55.000 abonnees en meer dan 47.000 volgers op Instagram. Hoewel de meeste mensen bewondering hebben voor haar aparte oog, zijn er ook mensen die niet zo goed begrijpen dat het om een geboortevlek gaat. Sonia is niet ziek aan haar oog, maar ze is er simpelweg mee geboren. Ze zegt dat er niet automatisch iets aan iemand hoeft te mankeren zodra die er anders uitziet. Ze begrijpt dat mensen nieuwsgierig zijn, maar er is wel een verschil tussen nieuwsgierig zijn en onbeleefd zijn. Ze bemoedigt haar fans door ze te zeggen dat iedereen uniek is. 7. Kain Bufonge. Soms worden mensen niet met 1 aparte lichaamseigenschap geboren, maar met een combinatie van 2 aparte lichaamseigenschappen. Maak kennis met Kain Bufonge. Je kunt meteen aan zijn gezicht zien wat zo bijzonder aan hem is. Hij heeft niet alleen een gezicht vol sproeten, maar ook nog ogen met verschillende kleuren. Dit verschijnsel wordt heterochromia genoemd. Hij heeft 1 bruin oog en 1 blauw oog. Zijn ongewone uiterlijk heeft Kain tot 1 van de meest gewilde modellen gemaakt van het agentschap waar hij voor werkt. In feite kreeg hij zijn carrière als model in de schoot geworpen. Hij werd namelijk ontdekt toen hij op weg was om voetbal te spelen met zijn vrienden in Westbourne Park in Engeland. Binnen 2 weken nadat hij werd ontdekt, vloog hij naar Venetië om te werken voor het modemerk Diesel. Sindsdien heeft hij gewerkt in New York in een Adidas-campagne en heeft hij een show gelopen in Londen. Hij had zelf nooit gedacht dat hij modellenwerk zou doen omdat hij niet genoeg zelfvertrouwen had voor de camera. Zijn moeder wilde graag dat hij van jongs af aan al modelleerde, maar hij had er toen geen interesse voor. Intussen is hij gelukkig van gedachten veranderd en is hij met zijn bijzondere gezichtskenmerken een modellencarrière gestart. 6. Kagoti Iman. Op het gezicht van Kagoti Iman is een unieke vlek te zien. Als je haar voor het eerst ziet, dan zou je wellicht denken dat ze lijdt aan vitiligo. Echter is dit niet het geval. Als kind werd ze vaak geplaagd om de opmerkelijke geboortevlek op haar gezicht, die nog verder doorloopt over haar hoofd. Haar geboortevlek leerde haar mentaal sterk te zijn in het leven, omdat ze zich altijd erg onzeker voelde. Tegenwoordig motiveert ze meisjes vooral om van zichzelf te houden. Ze probeert de traditionele standaarden te doorbreken en een revolutie teweegbrengen in de schoonheidsindustrie. Ze ondersteunt mensen die het gevoel hebben dat ze nergens thuis horen, omdat ze zichzelf herkent in hun situatie.
Ze weigert haar geboortevlek als een fout te beschouwen, maar heeft de perfectie ervan ingezien. Volgens Kogoti is haar unieke geboortevlek eigenlijk een zegen, waarmee ze miljoenen kan bereiken. Ze wil vooral kinderen inspireren om hun eigen vorm van schoonheid te zien en zichzelf te accepteren voor wie ze zijn. 5. Laura O'Grady. Als tiener was Laura O'Grady erg onzeker over haar uiterlijk, maar ze heeft zichzelf leren accepteren voor wie ze is. Totdat ze een plek vond in de mode-industrie als model, had het eerste model geen waardering voor haar opvallend grote oren, ogen en wenkbrauwen. Door het modellenwerk heeft ze geleerd dat elke persoon aparte uiterlijke kenmerken heeft die hem of haar veel interessanter maken dan wanneer iedereen er hetzelfde uit zou zien. Haar grote oren zijn haar meest bekende kenmerk. Ze is niet echt dol op make-up of om een neppige bruine huidskleur te hebben. Ze gaat ervan uit dat je niks hoeft te verbergen wanneer je jezelf compleet hebt geaccepteerd. Zo zie je dat ondanks haar grote oren en elfenachtige uiterlijk, waarvoor ze vroeger geplaagd werd, Laura een carrière begonnen is als model en ze heeft veel succes geboekt. Haar oren zijn haar visitekaartje geworden die vele modeontwerpsters interessant vinden. Je kunt haar zien poseren in foto's waar haar ongewone schoonheid wordt benadrukt. Fotografen maken dan foto's van Laura die perfect bij haar passen. 4. Vin los. Kun je je voorstellen dat je in feite niets te klagen hebt over je lichaam, maar toch denkt dat je iets extra's nodig hebt zodat je je echt uniek voelt? Vin Los, een mannelijk model, had deze gedachte. Zoals je kunt zien heeft hij over zijn hele lichaam, dat trouwens eigenlijk al perfect is, tattoos laten plaatsen van willekeurige woorden zoals fame, dus beroemdheid, en iconic face, iconisch gezicht. Ook op zijn buik liet hij zijn naam tatoeëren met hoofdletters en op zijn borst zogenaamd borsthaar. Door het plaatsen van deze willekeurige tattoos hoopt Vin meteen gezien en herkend te worden. Daarom heeft hij de meeste van zijn tattoos op het gezicht en het bovenlichaam laten plaatsen. Hij is zich goed bewust van het feit dat zijn tattoos erg lelijk zijn, maar dat kan hem niet schelen. Want hij wil beroemd worden en dit is zijn manier om uniek te zijn. Vin zegt dat de meeste woorden zijn persoonlijkheid beschrijven. Ook heeft hij niet gekozen om een bepaald lettertype te gebruiken, maar zijn de woorden in zijn handschrift getatoeëerd, zodat de boodschap op zijn huid zo authentiek mogelijk is. 3. Marika Nagy. Marika Nagy werd geregeld geplaagd omdat ze er anders uitziet. Ze werd Dalmatier genoemd vanwege de donkere vlekken op haar huid. Ze heeft congenitale melanocytaire nevi, oftewel aangeboren moedervlekken. Hierdoor is haar huid voor 60% bedekt met donkere vlekken. Haar jeugd was een hel. Tegen de tijd dat ze tiener was, was ze emotioneel helemaal kapot en had ze 6 jaar lang therapie nodig om er bovenop te komen. Tegenwoordig gebruikt Marika haar unieke huidconditie als de basis voor een succesvolle modellencarrière. Ze heeft al talloze fotoshoots gedaan. Ze zegt dat ze het niet zozeer doet voor het geld, maar meer nog om onzekere jonge meisjes te inspireren. Toen ze jonger was, had ze zelf niemand om naar op te kijken. De modewereld van toen zat alleen vol met perfecte mensen. Haar doel is om de wereld te laten zien dat er schoonheid is in imperfectie. In plaats van zich nog langer te schamen voor haar lichaamsconditie, heeft ze het nu volledig omarmd. Ze ging zelfs zo ver om haar naam te veranderen naar Marika Nevus om aan te tonen dat ze haar conditie helemaal heeft geaccepteerd. Ze zegt dat haar moedervlekken haar uniek maken en dat de wereld er saai uit zou zien als iedereen hetzelfde was. 2. Lange haren. De volgende unieke persoon werd misschien geïnspireerd door de langharige prinses Rapunzel. Deze man, die zichzelf Hair Freaky Long Hair noemt, heeft zoals je kunt zien heel erg lang haar. Tijdens ons onderzoek konden we niet achterhalen hoe lang zijn haar precies is, maar zoals op de foto te zien is zijn haar zelfs langer dan zijn eigen lichaamslengte. Op zijn YouTube-kanaal Hair Freaky kun je verschillende video's van hem zien waar hij onder andere zijn lange haar wast en ook borstelt. Zijn Facebook-pagina zit ook vol foto's van zijn lange blonde lokken in verschillende stijlen. Soms in een vlecht, maar soms ook in een staart. Volgens een van zijn comments uit 2015 op zijn Facebook-pagina kweekt hij zijn haar al 15 jaar. In december 2012 reikte zijn haar tot de vloer en in juli 2015 was het nog 35 centimeter langer gegroeid. Hoe lang zijn haar nu is en of het überhaupt nog lang is, kunnen we niet met zekerheid zeggen. 1. Bea Melvin. Op Instagram vind je continu de ene na de andere persoon die zichzelf een influencer noemt en een gevolg probeert te creëren. Voor dit Instagram-model is dat echter vrij gemakkelijk gegaan dankzij haar unieke uiterlijk. Haar echte naam kennen we niet, maar haar gebruikersnaam werd geïnspireerd door de term melanine. Ze heeft ook gezegd dat haar bijnaam Bea is. Ze gebruikt dus Bea Melvin voor haar Instagram-profiel. De donkere schoonheid houdt van Japanse televisie, animatie en strips. Er is een manga-series Jormungand genaamd, waarin een van de karakters een donkere huid heeft met puur wit haar. De bijzondere look van Bea met hetzelfde contrast is waarschijnlijk hierdoor geïnspireerd. Ze draagt vaak een witte pruik die haar doet opvallen tussen de typische mooie sociale media-influencers. Met haar aparte uiterlijk heeft ze meer dan 400.000 volgers gegenereerd op Instagram.
Als je haar volgt, kun je zien waarvan ze allemaal houdt. Ze promoot onder andere brands zoals Sugar Bear en haar favoriete ontwerpers. Ze deelt continu ook selfies op haar pagina en laat zien wat ze allemaal doet. Haar leven op Instagram is verfrissend en staat perfect in lijn met haar gekozen thema dat focust op contrasten met de kleur wit. Iemand zoals Bea Melvin heb je nog nooit eerder gezien. Welke van deze 10 uniekste mensen die je moet zien, kende je nog niet? Laat je antwoord achter in de comments. Voor het zien van een nieuwe topvideo kom je morgen gewoon terug naar dit kanaal. Tot dan!